De dag. Kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We zien een bewolkingsgebied boven Nederland liggen. Dat is een front en dat gaat samen met een dikke bewolking en een periode met regen. Het regengebied trekt vanochtend van het zuidwesten naar het noordoosten. In het noordoosten schijnt nog heel even het zonnetje, maar ook daar wordt het snel bewolkt. In Zeeland hebben we vanochtend al een maximum temperatuur met 14 graden en vanmiddag ligt de temperatuur overal rond 13 graden. Het regengebied trekt dan naar het noorden en oosten weg, maar achter de regenzone gaan buien vallen. De droge periode hebben we dan wel de overhand. Vanavond valt er vooral in het westen en noorden nog een enkele bui. In het binnenland wordt het dan grotendeels droog. De wind is naar het zuidwesten tot westen gedraaid en wordt aan zee vrij krachtig tot krachtig. Morgen hebben we zonnige momenten, maar vooral ook veel bewolking. En in de middag en vroege avond gaan er stevige buien vallen. Daarbij kan het ook onweren. Temperatuur morgen een graadje lager, zo 11 à 12 graden. Zondag kan er ook nog een bui vallen, maar dan overheerst het droge weer en schijnt wat vaker de zon. Dat geldt ook voor maandag, ook dan van tijd tot tijd zon en slechts een enkele bui. Dinsdag neemt de buiigheid weer toe. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl